Zo, bij mij zit Linda Mannaert en dat is de Fleet Owner of the Year. En ja, hartelijk proficiat. Ja, dat moet deugd doen, hè, zo'n prijs. Inderdaad, dat is een hele beloning. Ik ben ook heel trots dat ik die prijs mag aanvaarden. Het was een hele verrassing voor mij. Ik wist echt niet hoeveel kandidaten er waren. En ik was heel aangenaam verrast dat er 4 vrouwen waren. Want ik vind dat toch wel een verandering tegenover vorige jaren. Nu, de jury die vond het knap dat u aan de ene kant de kosten rationaliseert en daarbij tegelijkertijd ook het personeel kan motiveren. Dat is wel een moeilijke evenwichtsoefening, of niet? Dat is inderdaad niet altijd even gemakkelijk. En op bepaalde momenten gaat dat inderdaad op een andere manier gaan. 2009 kondigt zich toch wat anders aan dan we 2008 gehad hebben. Dus ik denk dat we in 2009 misschien het accent iets of wat anders moeten leggen. Dat we daar misschien toch naar kosten dat dat iets belangrijker zal gaan worden. Maar ik wil absoluut die motivatie van het personeel niet uit het oog verliezen. Dat blijft belangrijk. En bij Randstad is het zo dat de wagens echt een onderdeel zijn van het human resources verhaal. En dat is voor ons heel belangrijk. Dus die motivatie die moet er zeker blijven. Ja. Nu, ja. U hebt al heel wat bewezen, hè, en dat bewijst ook deze prijs. Maar wat zijn zo de ambities voor u? En wat is misschien de belangrijkste ambitie voor volgend jaar en de jaren daarom? De laatste jaren zijn we ook al bezig geweest om het fleet management eigenlijk uit te breiden naar ruimere aspecten. Waar dat onder andere de groene vloot in terechtkomt. En waar onder andere ook dat we verder gaan en dat we naar mobiliteit eigenlijk gaan. En dat is voor mijn ambitie ook voor de volgende tijd. Dat we eigenlijk het mobiliteitsvraagstuk effectief gaan aanpakken met verschillende acties, met verschillende items. En dat we daarop ook ons gaan concentreren naast de bedrijfswagen en alle aspecten daar rond die toch zeker ook nog absoluut van belang blijven. Ja, dat is een hele goede intentie. Ja. En wat betekent deze prijs voor u persoonlijk en ook voor Randstad? Ik zit al een aantal jaar in Fleet bij Randstad. Ik doe de job met hart en ziel. Dus ik vind het een hele eer dat ik deze prijs heb gekregen. Maar ik doe dit niet alleen. Bij Randstad is er naast mezelf is er ook nog mijn manager. Waarvan ik heel veel geleerd heb. Heb ik ook nog een Fleet Collaborator die mij dagelijks ondersteunt. En ik vind het niet alleen een prijs voor mij. Het is absoluut een prijs voor het Fleet-departement bij Randstad. En eigenlijk voor Randstad in totaliteit. Want Fleet wordt gemaakt door alle bestuurders. Dus eigenlijk is het een hele eer voor Randstad om deze prijs te krijgen. Ja, en dan dat je geheim van die vrouwen hier, girl power was het echt. Hè? Hoe komt dat toch? 4 van de 5 gecombineerden waren vrouwen. Ja, het is heel fijn als je hier toekomt, zoals ook deze avond. Dan zeiden we al van, ja, het zijn toch wel heel veel mannen die hier zijn. En dat is ook, als je rondkijkt, zijn het heel veel mannen. Vrouwen moeten dan misschien toch iets hebben die het kunnen halen. Ik weet het niet. Was wat is dat dan? Dat die 4 erin zaten in de genomineerden. Misschien ligt het ons, zonder iemand te willen kwetsen, misschien ligt het ons vrouwen iets beter dat we de menselijke kant kunnen combineren met dat kostenaspect, met die kostenbeheersing. Ik weet het niet of het daaraan ligt, maar laat dat mijn interpretatie dan zijn. Oké, tot zover en trotsen we naar. Dankjewel, Linda Mannaert uit Proficiat.